Heb je de medeconcurrentie al gehoord? En zo ja, wie is je favoriet? Ja, ik heb ze al gehoord, maar ik vind ze echt allemaal heel goed. Allemaal. En wat vind je van Nederland? Tof, een heel leuk lied. Ja, echt waar. Die kan ook tapdansen, dat is heel leuk. Er werd gezegd tijdens de persconferentie van in augustus dat de dansers niet noodzakelijk meegingen naar Kiev. Zijn dat dezelfde dansers als tijdens Junior Eurosong die nu meegaan? Ja, dat zijn dezelfde. Wat er ook in de kranten gelezen werd, was dat jodelen eigenlijk niet goed zou zijn voor je stem. Heb je daar iets aan gedaan of trek je daar niks van aan? Trek mij daar eigenlijk niks van aan, want bij mij doet dat niks. Dus allee, ik snap dat eigenlijk niet. We zagen je ook tijdens Peter Live optreden met Frey Soufrio. Wat vond je daarvan? Dat was heel leuk om eens om zo naast zo iemand heel... Ja, iemand heel bekend te staan ook. En ik hou ook van Anne Christie, haar muziek. En ja, van Freda dan ook. En ik vind dat echt heel leuk. Hoe schat je nu eigenlijk je kansen in op het Junior Songfestival zelf? Ik weet het niet. Ze zeggen dat mijn liedje wel heel goed is. Dat vind ik zelf ook wel. Maar ik vind de anderen ook heel goed. En ik weet het niet. We zullen het zien. Oké, veel succes.